Hallo, ik ben Simon en ik ben vandaag gevraagd door de dames van Fem of ik een filmpje wilde maken met Valentijnstips voor een date. En dat leek me hartstikke leuk, dus hier zijn 5 tips voor jouw Valentijnsdate in liedjesvorm. Veel kijkplezier! Tip 1. Ga je met hem op een date, dan is het erg belangrijk dat je dit weet. Zorg dat je niet te veel make-up op doet. Een beetje is oké, maar het is snel al goed. Tip 2. Het is echt iets dat je niet moet doen, anders zal hij twijfelen aan je fatsoen. Wees niet te veel bezig met je mobiel, want dan is de kans op succes nihil. Dit zijn tips voor een Valentijnsdate. Het is best handig als je hiervan weet. Dus let goed op, want ik vertel aan jou de dingen die je niet moet doen als vrouw. Oh, oh. Tip 3. Raak je met hem aan de praat, dan heeft hij liever niet dat het over action gaat. Het is voor een man gewoon niet erg fijn om te horen hoe leuk al je action zijn. Tip 4. Wat je ook beter laten kan, is uitgebreid vertellen over je liefdesplan. Huisje, boompje, beestje, voor altijd bij elkaar, dan is het voor die jongen eigenlijk al klaar. Dit zijn tips voor een Valentijnsdate. Het is best handig als je hiervan weet. Dus let goed op, want ik vertel aan jou de dingen die je niet moet doen als vrouw. Oh, oh. Tip 5. Vergeet de rest, dit is waar het om gaat. Zorg dat je het leuk hebt en gezellig met hem praat. Hij wil met je op date, dus je zit al goed. Wees jezelf, dat is het enige dat moet. Dit waren tips voor een Valentijnsdate. Het kan geen kwaad dat je ze nu weet. Want de dingen die je niet moet doen als vrouw zijn nu 100% duidelijk voor jou. Oh, oh.